Raoul Meester, bekend horecaadvocaat van Meestersadvocaat in Amsterdam. Vrijdag 8 juni begint het EK voetbal. Ik kan me voorstellen voor caféondernemers het moment om wat te doen aan de omzet. Als je nou kijkt vanuit juridisch oogpunt, hoe lucratief is zo'n EK dan? Nou, je ziet dat er heel veel aanvragen zijn, heel veel nieuwe activiteiten bij ondernemers. Dus ik neem aan dat het lucratief is. En dan zullen caféondernemers meer kleinere activiteiten organiseren, hè? Dus niet alleen voetbal. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het voor ondernemers om iets te organiseren? Nou, als je zelf een horecabedrijf hebt, dan kun je relatief makkelijk dingen organiseren. Je mag namelijk zelf al binnen je eigen bedrijf en op je eigen terras heel veel doen zonder evenementenvergunning. Dus dat is al heel makkelijk. Wat voor tips moeten we dan denken? Nou, ten eerste denk aan het aanvragen van een buitentap, een ontheffing van de drank- en horecawet. Veel gemeenten zeggen dat dat moeilijk ligt, maar dat is toch moeilijk om te weigeren vanuit de gemeente. Je hebt daar bepaalde weigeringsgronden voor nodig en ja, het EK is heel speciaal, dus het lijkt mij moeilijk te weigeren. Betekent dat ook dat ik binnen bijvoorbeeld 5 televisies op mag hangen, een groot scherm neer mag hangen, de hele avond natuurlijk met in achternaam van de sluitingstijd maar muziek mag draaien? Nou, binnen dingen ophangen, dat is moeilijk tegen te gaan vanuit de gemeente. Buiten dingen ophangen hangt van het gemeentelijk beleid af. Maar over het algemeen staan gemeenten toch ook buiten schermen toe en valt daar moeilijk tegen op te treden. Maar als de gemeente het echt keihard verbiedt op het terras, dan zou ik het ook niet doen. En nou ja, goed, je gaf het al aan, een buitenbar. Hè? Dan zal het, vrees ik, op dit moment in ieder geval niet het weer zijn voor een buitenbar. Maar we kunnen het breder trekken naar andere evenementen. Hoe specifiek is zoiets? Nou ja, een buitentap kan natuurlijk ook onder een tentje staan. Dus in die zin maakt het misschien het weer wat minder uit. Maar breder naar andere evenementen, dan moet er natuurlijk wel een reden voor een buitentap zijn. Je mag niet zomaar een buitentap plaatsen. Daar moet een bijzonder evenement aan te grondslag liggen. Een bijzondere gebeurtenis, zoals het EK. Maar ja, je kunt ook denken aan het 10-jarig bestaan. Of nou ja, verzin iets leuks. Nou, stel nou, ik ben ondernemer en ik wil een evenement aanvragen. Nou kan ik me, het is natuurlijk voor ondernemers altijd een soort noodzakelijk kwaad. Hè? Ik moet door die procedure heen. Wat voor tips heeft u nou voor ondernemers om op te letten? Als je een evenementenvergunning aanvraagt, doe dat op tijd. Wees snel volledig met je aanvraag. En zorg ervoor dat de weigeringsgronden die de gemeente kan hebben zo snel mogelijk kunnen worden weggevinkt. En wat ik daarmee bedoel is dat je zo snel mogelijk weet hoe de adviseurs van de gemeente, de politie, de brandweer, interne adviseurs, hoe die erover denken. En hoe eerder je weet dat er geen weigeringsgronden meer zijn, hoe meer kans er is dat je evenement tijdig door kan gaan. Welke tips zijn er nog meer in zaken die rechtspraak? Ja, waar je aan moet denken is dat je het moet zien te voorkomen dat je pas vlak voor je evenement hoort waar je aan toe bent. Dus of een weigering van een evenement aan de orde is, maar ook een beperking in je evenementenvergunning kan worden doorgevoerd. Dat wil je niet een paar dagen voor je evenement pas horen. Bijvoorbeeld dat er minder mensen mogen komen, of dat er heel veel beveiligers moeten komen, of dat het maar 1 tapkraan mag worden geplaatst. Dat soort dingen moet je zien te voorkomen door tijdig met de gemeente te overleggen en te zorgen dat die weigeringsgronden zich niet meer voordoen. Als de positieve adviezen al binnen zijn, is het veel moeilijker voor gemeenten om die weigeringsronde voor een deel door te voeren op het eind. Bijvoorbeeld ook in de vorm van die beperkingen. Maar bedoel je daarmee bijvoorbeeld ook dat ik gewoon de telefoon moet pakken en moet bellen naar die ambtenaar of moet bellen naar de brandweer, naar de status? Ik zou zeker zomaar bellen naar die ambtenaar die de vergunning behandelt. En daaraan zou ik vragen af en toe van, nou, hoe staat het met de adviezen? Heeft de politie al positief geadviseerd? En heeft de politie dat gedaan? Bevestig dat gewoon even per mail en zeg, nou, dank voor deze informatie. Ik vind het fijn dat de politie positief heeft geadviseerd. En ik zie graag uw vergunning tegemoet. Op dat moment heb je al je eigen dossier aangemaakt. En ben je niet alleen maar afhankelijk van het moment, van het laatste moment van de mededelingen van de gemeente. Nou is er natuurlijk ook een discussie gaande over grote schermen. En natuurlijk is dat een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar hoe kijk je daar als advocaat tegenaan? Nou, grote schermen kunnen eigenlijk alleen worden verboden in mijn ogen op het moment dat er echt openbare ordeproblemen zich voordoen. Ja, en ik kan me voorstellen dat als 2 type supporters tegelijkertijd in het café zijn, dat dat een andere afweging is dan als er alleen maar een heel oranje café vol zit met alleen maar oranje supporters. Dan vind ik persoonlijk die openbare orde aspecten wat minder aan de orde. Maar het kan zich voordoen dat er in een gemeente eerder opstootjes zijn geweest bij EK-wedstrijden of bij WK-wedstrijden. Ja, daar moet je toch als burgemeester dan anders mee omgaan. Maar als er geen problemen in het verleden zijn geweest en het zijn alleen maar oranje fans, dan denk ik dat er toch weinig mogelijk is om dat scherm te weigeren. Oké, en als ik die buitenbar heb en ik, het is wel mooi weer of ik heb inderdaad die tent staan en ik wil daar een televisie niet hangen, mag dat? Nou, mogen en doen, dat zijn 2 verschillende dingen. Als je het van tevoren zal vragen, een ambtenaar zal je er goed over nadenken.
In principe zal het niet altijd mogen. De vraag is of het gehandhaafd wordt. Maar daar doe ik even geen uitspraken over.